We hebben een dikke 100 jaar hebben wij op benzine en diesel gereden. Dat kan anders en het moet anders. Wij leggen uit hier in het elektrisch vervoerscentrum hoe dat moet. Het elektrisch vervoerscentrum is een plek om kennis te maken met elektrisch vervoer. Dat doe je niet door een filmpje te bekijken of door te luisteren naar een presentatie. Dat doe je vooral door in zo'n auto te stappen. Het stuur vast te houden, de gaspedaal in te trappen. En dan merk je gelijk het verschil met een normale auto. Hier in het elektrisch vervoerscentrum geven wij voorlichting over optimaal gebruik van mobiliteit. Maar we geven ook een beleving in elektrisch vervoer. Dus we laten mensen echt proefrijden in elektrische auto's. Er is geen plaats in Nederland, Europa of zelfs de wereld waar alle merken met een elektrische auto klaarstaan voor een proefrit. Hiernaast organiseren we ook veel evenementen voor verschillende bedrijven en voor onze partners. Waarin wij klanten, maar ook andere bezoekers bekend kunnen maken met elektrisch vervoer. We hebben hier flexibele werkplekken, we doen veel presentaties en we hebben echt alle informatie in huis. Hierdoor zijn we echt een dynamisch centrum voor elektrisch vervoer. Wij geloven dat we aan de vooravond staan van een hele grote verandering. Vergelijkbaar met de mobiele telefoon, de computer en internet. Elektrische auto's worden steeds leuker en ze worden steeds voordeliger. Dus de overstap naar elektrische auto wordt steeds makkelijker. Elke grote verandering die brengt met zich mee dat mensen moeten wennen aan het idee. Maar dat is de belangrijkste reden dat wij hier het centrum hebben geopend. Een normale auto kan je overal kopen. Een elektrische auto is dat lastig. Want als je een elektrische auto overweegt, dan komen er andere zaken zoals wie regelt een laadpaal, wie regelt een voordelig energiecontract of een handig leasecontract. In het elektrisch vervoerscentrum regelen we dat allemaal voor je. De luchtkwaliteit in Rotterdam is slecht. Dat geldt overigens voor alle grote steden in Nederland. Daar moeten we wat aan doen. Aan de andere kant zie je dat de fossiele brandstoffen die beginnen op te raken. Elektrisch vervoer is een waanzinnig goede oplossing om deze problemen het hoofd te bieden. Aan de ene kant wordt de lucht schoner en aan de andere kant kunnen we in de toekomst fossiele brandstoffen links laten liggen. De toekomst van elektrisch vervoer is gigantisch. Het nieuwe Rijden elektrisch vervoerscentrum is het grootste proefrittencentrum voor elektrische voertuigen van Nederland. Daarom is het elektrisch vervoerscentrum de plaats waar elektrisch rijden begint.